Ik heb net een masterclass gevolgd van Lisa. Ik vond het heel bijzonder om te zien. Bijzonder omdat je ziet dat de jongeren langzaam maar zeker zich openden voor het verhaal. In eerste instantie nog dachten, oeh, wat overkomt me hier? Maar langzaam maar zeker ze gingen openen en lieten zien van, dit vind ik zelf ook belangrijk. Dat liefde meer is dan alleen maar seks. Persoonlijk vond ik deze les ook een eye-opener, eerlijk gezegd. A, omdat het gemak waarmee Lisa dat besprak, daar kan ik van leren. Want als het gaat over seks, dan ben ik zelf toch dat ik denk, oeps, moeten we daar echt over hebben? Terwijl ik hier zelf heb geleerd dat inderdaad, wat zij zo terecht zegt, liefde en seks wel met elkaar te maken hebben, maar absoluut nog veel belangrijker, liefde echt te maken heeft met hoe sta ik zelf in het leven. En dat vind ik mooi, want dat is inderdaad heel dichtbij komen, die beste versie van jezelf kunnen vinden.